En leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hier op It's Ultrex, de enige echte natuurlijk. Het is vandaag 2 november is het. En het is precies 1 jaar geleden dat de metro... hele bekende metro-ongeluk hier in Spijkenisse. Dat de metro eigenlijk doorreed, over een stootblok vloog en... op de Wolvenstaart belanden. Dat is alweer precies 1 jaar geleden. Jullie weten het nog wel. Ik zal nog even wat videobeelden laten zien van dit ding. Ja, was wel even, ik vond het wel even leuk om dit nog even te melden. Ongeluk zit in een klein hoekje. Hè? Ongeluk zit in een klein hoekje. En het is nu precies 1 jaar geleden. Bizar dat het alweer 1 jaar geleden is. Kan maar echt nog zo als de dag van gisteren. Hè? En wat is dat jaar dan eigenlijk weer snel voorbij gegaan. Als je alweer bedenkt dat dit alweer precies 1 jaar geleden gebeurd is. Ja, dan heb ik alweer zoiets van... wat gaat de tijd hard, hè? Wat gaat de tijd hard? Ja, de metro was een beetje een gladde baan. De metrobestuurder die zat alleen zat hij in... In de cabine gelukkig geen passagiers, want het is een uitloopspoor waar het ongeluk gebeurde. En ik ging toen kijken met mijn cameraatje, heb ik toen gemaakt. En hier kunnen jullie nog wat hoogtepunten zien van, hoogtepunten. Dat is ook wel weer een beetje raar om dat te zeggen, een beetje hoogtepunten, ja. Het was natuurlijk wel een klein dramaatje, klein ongelukkie. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Maar hier nog wat beelden van die bewuste dag. Nou. Als je al een metro hebt in de oren. Metro-ongeluk. Spijkenissen. Metro-stel is door de blokken heen gegaan. En is terechtgekomen op de dolfijnstaarten, aan de achterkant dolfijnstaarten. En je kan niet veel zien hier ook. Maar dit is de hele metrolijn. Hier, daar staat hij. Ongelooflijk dit, jongens. Man, echt. Die man heeft echt een engeltje op zijn schouder gehad. Hij is zelfstandig eruit gekomen. Goh. Ga niet te ver weg. Ja. De 5351. En er zit nog 1 meter, 2 meter stellen zitten eraan vast. Ja, de tweede is al een takje van leggen naar het raam vanuit. Ja. Bij de bestuurderscabine, deze metro's hebben natuurlijk maar 1 bestuurderscabine. De andere kant is een hulpstand. En bij die hulpstand legt de hele raam eruit. Ben je ook bij de andere kant? Ik ben al bij de andere kant geweest. Thank you.
Jezus. Dit maak je echt nooit meer mee. Dit is echt, dit is zo bizar. Weet je hoe ze het gaan doen? Nou. Nou, ze hebben daar bomen weggehaald, hoor en ik. Hier komt er een kraan te staan. Pakken ze hem op. Pakken ze hem op met de kraan. Kan je heel goed zien dat er allemaal elektrische draden, kabels, ik voel alles lekker helemaal los. Het is gewoon een grote complete ravage. Ze gaan ook het water gaan ze leeg laten lopen. Ze gaan ook het water leeg laten lopen, hè, daar zo. Ja, dat stond op. Echt bizar dit. Ja. Ja, we zijn ook bang hè, dat het eraf dondert. Dit is echt bizar dit, jongens. Dat heb ik nog nooit in mijn leven meegemaakt, dit. Het is echt, het is zo bizar dit. Ja. Ja, precies. Ja, echt heel realistisch is dit. Echt bizar. Dat zoiets. Hij had het nog gezegd. Dat het geluk bij ongeluk is dat het hier gebeurt. En niet bij die andere walvisstaarten. Dan had hij er waarschijnlijk minder goed vanaf gehoord. Die andere, die tweede. Deze? Ja. Oh ja, het staat hoog. Het staat hoog, hè? Dan had hij, dan had hij er echt vol tegenaan gekomen. Nee, precies. Ja, dat is wel. Nou, dat waren de beelden. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik zou zeggen, jongens, vonden jullie deze vlog leuk? Doe dat duimpje de lucht in. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje, dan worden jullie op de hoogte gehouden als er een nieuwe video-aflevering is.
En dan kan ik alleen maar zeggen de groeten van deze kant. En tot de volgende vlog maar weer. Bye bye. Oi.